Nagels knippen, medicatie toedienen of tanden poetsen bij je hond? Dierenarts Christine Halsbergen helpt bij de basisverzorging. Normaal gezien moeten we de nagels van de honden niet knippen, omdat ze afslijten als ze gaan wandelen. Dus je ziet hier heel duidelijk dat die nagels eigenlijk niet te lang zijn, want die komen er niet uit. Maar er is hier aan de binnenkant een wolfsklauw en die hou je extra goed in toog, omdat honden daarmee kunnen blijven haperen. En soms moet je daar dan een stukje van afknippen. Je let altijd heel erg op dat je nooit te ver knipt. Dus je ziet heel duidelijk tot waar je mag knippen. Je hebt hier rozen, dus daar blijf je af. Het is belangrijk om regelmatig de tanden van jouw hond te poetsen, om te vermijden dat hij een slechte adem krijgt, om te vermijden dat hij slechte tanden krijgt, dus loszittende tanden, tandsteen en zo verder. Want eigenlijk kan dat op langere termijn zijn gezondheid gaan schaden. Als het niet lukt om met een tandenborstel jouw hond zijn tanden te poetsen, dan hebben we andere middeltjes. En er worden nogal wat kouwbeentjes verkocht. Zorg voor goede kouwbeentjes, hard, waar een hond een tijdje op knaagt. Honden moeten regelmatig pilletjes krijgen. Bijvoorbeeld hier gaan we nu Finn ontwormen. Dat is normaal gezien 2 maal per jaar. Gelukkig hebben we heel smakelijke pilletjes. En meestal eten de honden dat zo op. Maar soms gaat dat wat moeilijker. En dan zorgen we voor allerlei trucjes. Dan geven we dat in een snoepje, in een stukje kaas, in een stukje worst. En normaal gezien gaat dat dan eigenlijk heel gemakkelijk. Het is belangrijk dat je eigenlijk aan je hond vanaf jongs af aan zo de basisverzorging leert. Zoals tanden poetsen, nagels knippen, oren reinigen. Hoe rapper dat ze het leren als pup, hoe liever dat ze het gaan hebben als ze ouder zijn.